Thanks, man. Goedendag. Ik hoor een vet hip-hop track. Ik hoor beats. En ik hoor Extins, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Die was een tijdje terug een babbelertje. Dat is geen toeval. Zet hem even uit. Ja, dat is heel goed. Maar jij bent, of jullie, ik kan beter jullie zeggen. Ja, we zijn afgelopen tijd zijn we met een muziekprojectje bezig geweest. Dat heet Wij zijn de Stad. En in eerste instantie begon het eigenlijk met het idee van... Ja, weet je, de Middelburgse sferen beschrijven. Ik was met een tekst bezig en ik wilde heel graag iets over Middelburg maken. En dat beschreef eigenlijk de kroegen. En toen was ik met Rody. En Rody die deed een stukje refrein. Wie is Rody? Rody van? Ja, Rody is van onder andere van... die kan je kennen via Zeeland Hip-Hop als je dat platform volgt. Je kan hem ook kennen. Hij zit getekend op het moment bij Sunny Coast. Oké. Ja, en hij is ook in Rotterdam. Doet hij weet wel wat van hip-hop, hè, zeg maar. Ja, ja, hij is lekker bezig. Hij is heel veel bezig op het moment. En we gaan ook aankomende donderdag nog 5:00 de studio in. Dus dat is ook... ik wat dedication zien bij hem. Maar in ieder geval, ja, met hem. Hij komt ook uit Middelburg. En dan hebben we Just. Dat is eigenlijk eentje van de oude garde. En die wilde ik er heel graag bij hebben. En hij zei gewoon ja. En, Just is een oude Middelburgse rapper. Die, die ken ik van. Die heeft ook een nummer Stad. Die heet ook gewoon Stad, toch? Ja, ja, mijn stad volgens mij. Erg lekker wel, nummer vind ik dat. Ja, dat is wel een zwoeler nummer dan dit. Ja. Maar dat is wel een heel lekker nummer. Ja, dus... ja want dit is inderdaad de hip-hop trap. Wat ga je ermee doen? Ga je die echt uitbrengen officieel? Of ga je hem ergens voor gebruiken? Want, nou ja, uiteindelijk. Het is eigenlijk mijn eerste echte eigen solo project, zoals dat dan noem, omdat ik zelf er ook op rap en ik heb eigenlijk nog nooit echt iets uitgebracht of zo. Nee. En, het was gewoon meer omdat het concept er lag en sowieso liggen er nog wat conceptjes die ik zelf wil uitbrengen en die ik op een eigen kanaal wil uitbrengen. Ja, en dan is dit de eerste en tussen, ik doe heel veel filmen, je kan mij ook kennen van de Hobbyistenclip bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Van dit jaar en zo heb ik nog wat andere clips voor. En van Urban Umbrella natuurlijk, ja. Maar dat is waar je heel veel onder doet. Ja. Maar nu even dan voor het beeld. Ik vind het natuurlijk heel leuk als ik dat nummer Wij zijn de Stad mag gebruiken. Ja, dat, ja zeker. En dan ga ik wel vanuit dat dat ook gewoon mag. Want, sowieso, dat was de insteek. Wederzijds inspiratie is dat. Ja. Maar er zijn ook nog een paar dingen die jij de komende tijd gaat doen. Want, Louteraas van het babbeletje, die zat vannacht ook nog laat van... En er is zaterdag een evenement. Wat ga je zaterdag nou precies doen? De zaterdag gaan we de clipshoot opnemen van Wij zijn de Stad onder andere. Dat is eigenlijk shootdag 1. En dat doe je in de kroeg of doe je dat aan de straat? Of? Nou, we beginnen eigenlijk bij Café de Underground. Daar kwamen wij vroeger altijd. Oké, okay, bij Fanny. Dus we gaan daar in dat straatje gaan wat opnemen en heel misschien naar binnen. Dan moeten we nog heel eventjes kortsluiten met de zaak. Met de frietzaak, ja. We gaan onder andere ook hier zo in de binnenstad wat shots opnemen met wat gasten die ook de stad uitstralen. Dus voel jij je nou ook de stad en denk je van ja, moet meer geluid gemaakt worden? Want daarvoor is deze track eigenlijk ook om, wij zijn de stad. We willen gewoon zeggen van, we willen zeggen en in beeld brengen wie en wat de stad is. Precies. En wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Dus iedereen die mee wil doen, die kan eigenlijk die om kan half, komen, half ja. vier bij... Half vier, ja, eigenlijk hier zo bij de Lange Jan in de buurt. Okay. Als je hier zo bent, dan pikken we elkaar wel op. We staan waarschijnlijk voor de Lange Jan, meeten we om 3:30 dan... Maar ik zag ook nog een naam voorbij schrijven als Dikke Dennis. En Dikke Dennis, die kennen we weer van een rockband, dat is heel wat andere muziek. Ja, dat klopt. Slager Tatoeëerde Man is dat. Ja, en Frikadelle van Febo eet hij als ik. Ja, zeker. Maar doet hij mee in de clip of wat is dat? Zoals sommige mensen wel weten, is hij ook een soort van acteur. Dus hij acteert mee in de clip en hij heeft zo'n rol. En als je goed luistert, dan hoor je hem ook wel een aantal keer. En dan roept hij ook Wij zijn de Stad. Hij schreeuwt nog wel hard, dus als het goed is... Is die schreeuw die we net hoorden, is die ook van hem? Dan moet je even de clip gaan kijken. Oké, daar wachten we dan nog heel even op. En tot slot, want zaterdag heb je dus opnamedag, maar je hebt in augustus ook nog op het Maaiveld nog een evenement. Wat is dat? Ja, dat is Midsummerfest. Dat gaat plaatsvinden op het Maaiveld inderdaad. Dat is 11 augustus. Vanaf 11:00 dat is een evenement waarmee we eigenlijk verschillende dingen die al gaande zijn in Middelburg en in omstreken en de regio willen we verbinden. En dit is eigenlijk start nummer 2. Vorig jaar hebben we een kleine editie gehad, zijn we aangesloten bij de Midsummer Games. Toen was het vooral sport en spel en hebben we wat muziek toegevoegd. Dit jaar kan je dat eigenlijk met elkaar vergelijken. Alleen willen we volgend jaar graag een doorstap maken eigenlijk. Nou oké, dan gaan we dat op de agenda zetten. Maar eerst jij donderdag opnemen. Zeker. En zaterdag in de stad de clip opnemen, een deel. Ja. En dan komen we uit nog even op Google. En de trailer van Midsummerfest komt vanzelf online. En dan gaan we de link met Wij zijn de Stad ook gelijk weer terug. Dat is helemaal goed man. Yes. Hey, dankjewel en succes met de afronding. Fijne dag nog.